mee. Boulerisch mee. Waarschijnlijk heb je niet heel veel begrepen van dit liedje en dat komt omdat het gezongen is in het Iers, een taal die in het westen van Ierland gesproken wordt. Behalve misschien één zin, die is namelijk in het Engels en die heb je waarschijnlijk wel begrepen. En dat betekent dat er in dit nummer twee talen voorkomen, het Engels en het Iers. En het wisselen tussen twee talen wordt ook wel codeswitching genoemd en dat kom je heel vaak tegen. Bijvoorbeeld in het Nederlands, als iemand wisselt tussen Turks en het Nederlands of tussen het Nederlands en het Engels. Als je dan 10 eeuwen terugspringt in de tijd, in datzelfde land, in Ierland, dan kom je een samenleving tegen waarin een deel ook tweetalig was. Namelijk de monniken, die moesten zowel Iers als Latijn spreken. En Latijn moesten ze kennen omdat dat de belangrijkste taal was van de middeleeuwen. Daar was de Bijbel ingeschreven en zonder Latijn konden ze de Bijbel niet begrijpen. Ik vroeg me af, aangezien modern Ierland tweetalig is en middeleeuws Ierland tweetalig was, of middeleeuwse monniken op dezelfde manier omgingen met hun tweetaligheid als wij dat vandaag de dag doen. Dus of zij ook codeswitchten tussen het Iers en het Latijn. En dat heb ik de afgelopen 4 jaar onderzocht in ons project aan de Universiteit van Utrecht. Ik heb gekeken naar een zogenaamde commentaartekst. Dat is een collectie van aantekeningen en notities in de kantlijn van een heiligkalender. En in de heiligkalender worden voor elke dag van het jaar worden een aantal heiligen opgesomd die op die dag gestorven zijn. En die je dus moet herdenken in de mis. En die aantekeningen lijken een beetje zoals op de manier waarop wij nu ook nog aantekeningen in de kantlijn van ons boek kunnen schrijven. Dat gebeurde in de middeleeuwen ook al. Een Ierse monnik gebruikte ook codeswitchen om aan te geven dat hij bij een groep geleerde wetenschappers hoorde. En dat deed hij dus door in een Ierse tekst ook met bepaalde Latijnse woorden te strooien. Als je bijvoorbeeld kijkt naar deze specifieke notitie, dan kan je misschien zien dat die begint in het Iers, maar eindigt in het Latijn. En het Latijn, daar staat, maar dat is niet waar. En hier wordt er een codeswitch naar het Latijn gebruikt om aan te geven, om extra autoriteit te geven aan het idee dat deze informatie dus eigenlijk niet waar is. We kunnen dus zeggen dat middeleeuwse monniken in de middeleeuwen op ongeveer dezelfde manier omgingen met hun twee talen als wij nu doen. En dat vind ik ook precies zo mooi aan mijn onderzoek, omdat het voor mij een soort gevoel van verbondenheid creëert met de middeleeuwse monnik die net zoals ik eeuwen geleden tweetalig zat te zwoegen over een tekst.